Een van die twee Turkse vertegenwoordigers heeft gezegd dat de Turk buitenlanders niet moeten integreren noodzakelijkerwijs. En dan zijn er dus al honderdduizenden die niet geïntegreerd zijn en niet willen integreren. En dat is natuurlijk iets wat zeer terecht Heel veel weerzin gaat wekken in Nederland. Want de Nederlandse maatschappij, hoe verdunt die ook is. en hoezeer die ook waarde verloren hebben. Zo door de ontkerkeling, kijk bijvoorbeeld, die dus Nederland samenbond. Uh, toch zijn er dingen. Die uh, waarden of onwaarden die sommige migranten met zich meebrengen. die absoluut niet tolereerbaar zijn. in een Nederlandse maatschappij. En daar worden zich steeds meer mensen van bewust. Het heeft lang geduurd voordat Rutte gezegd heeft. zich tegen het multiculturalisme heeft uitgesproken. Het multiculturalisme in de. Uh, in westerse maatschappijen is waanzin. Er moet een leidende cultuur zijn en daar aan de minima daarvan uh, moeten uh, de immigranten zich uh, conformeren. De Joodse immigranten hebben dat altijd, uh, altijd begrepen. Die hebben altijd gezegd, ja, ook de immigranten. Kijk, uh, mijn ouders als immigranten hebben enorme effort gemaakt om uh, Nederlands te leren. Spraken natuurlijk met een accent, want dat raak je niet kwijt. Maar uh, hebben er ook voor gezorgd dat ik uh, in Nederland een goed begrip van de Nederlandse cultuur heb. Uh, ik kan over Nederlandse literatuur zeker heel wat beter meespreken dan een heleboel leden die, uh, de, die op de Denkpartij gaan, uh, gaan stemmen. Hoewel ik al meer dan 50 jaar uit Nederland uh, weg ben. Uh, ik uh, heb redelijk literatuur gelezen. Ik weet de geschiedenis uh, van Nederland, de ontwikkelingen. Ik volg ontwikkelingen in Nederland in het Nederlands, ondanks het feit dat ik daar al 50 jaar uh, weg ben. Uh, mijn Nederlands. Is een uh, stuk beter dan wat ik van een heleboel Nederlanders hoor als ik in de tram zit of in de trein zit, omdat het, terwijl ik een orthodoxe Jood ben, omdat natuurlijk uh, ik mijn best heb gedaan om te begrijpen hoe die omgeving waarin ik opgegroeid ben, hoe, hoe die denkt. Ik heb mij niet afgezonderd op de universiteit van, uh, van mijn uh, collega's. En met sommigen daarvan heb ik, hoewel ik weg was uit Nederland, nog altijd betrekkingen onderhouden uh, nadat ik uh, uit Nederland weg was. En datzelfde geldt voor toen ik in Frankrijk gewoond heb of in Italië gewerkt heb. En dat soort mentaliteit, dat zie ik niet uit de geluiden, of dat hoor ik niet uit de geluiden die ik van de leiders van Denk hoor.